Welkom mensen, we hebben weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we weer ons Pixplint, een nieuwe aflevering van Disneycraft, a.k.a. Dronecraft. Disneycraft, weg. Vandaag hebben we weer twee nieuwe attracties. En de eerste attractie die wij gaan bezoeken vandaag is Ariel's onderwaterwereld. Ariel, diep in de zee. Is het hier? Diep in de zee. Natalie Holloway. Rest niet, jongen. Jawel, een stukje verder. Lol. Kijk, ik denk waar Leslie aan het vliegen is. Hij staat dan zal weer op de auto naar binnen. Hier. Lol. Ariel met Steve's skin. Wow, joh, kijk hier zo'n rij. Oh, ik hoor die muziek ook meteen. Ja, dikke Aqua Nora gedoetje. Welkom in Ariel's onderwaterwereld. Schiet met de Triton Drietand op de Iron Blokken. Triton, jongen. Ja. In de scène zullen tot leven komen. Dit is wel vet gemaakt op zich. Oké, dus dit is eigenlijk een soort van dat bij Toverland die... Ja, met die dat huis. Met dat die, huisje, ja. Ja. Maar dan in achtbaanstijl. Dat is wel, wel leuk, denk ik. Ik ben wel benieuwd. Dan krijgen we zo meteen die onze... Dan. Zeiss! Oh, daar is hij. Hoe moet je schieten? Daar, maar waar moeten we op schieten? Moeten we op de Iron Block schieten, hè? Wat gebeurt er dan? Dan gaan de scènes tot leven komen. Oh, daar komt ook zo muziek. Nee, de muziek die veranderde niet volgens mij. Gewoon op... Oh, hij had hem al! Hij weet al die dingen te liggen, jongen, uit zijn kopie. Hier inderdaad. Oh nee, er komt dan licht. Zie je daarachter licht? Ja, maar krijg je dan ook punten? Hier eentje. Nee. Moet wel een beetje het verhaaltje volgen, denk ik. Daar boven camera. Oh, hier. Hé, hey, daar is hij. Al die visjes. Oh, ik dacht ook dat wij daarheen gingen. Oh, hier zit er eentje sneaky. Ja, het is elke keer dat als je er gewoon op schiet, gaat er gewoon licht aan. Ja. Oeh, Ariel, chimait. Oeh, je zit er ook wel, sneaky. Kijk, sneaky. Sneaky boy. Gewoon blijven schieten. Oh, hier zit hij. Diep in de zee. Oh ja, daar is hij. Met die krab. Daar is zit die krab. Sebastian. Kijk die armpjes. Ja, ik zag het. Fucking geniaal. Oeh, wat is dit? Octopus. Octopus. Oh, wait, yo. Oh, hij zit op zijn trommel te slaan. Dat is gaaf. En dat maakt dat liet je hem doen door omdat wij op die Iron Blocks schoten. Want nou lol. Stond hij in één keer stil. Hey, foto! Hoi! Hoi! Oh, hier zit hij. Gaat dan het... Kom op, schiet raak! Ik kan niet schieten. Mijn schiet... Ja, dat was... Ja, te laat. Mijn kogels zijn op. Wat is dit dan? Ja, oh, dit is die boze vrouw. Ja, die Ursula. Je weet al die naam ook, jongen. Dus... Wow! Wow, yo! Je ziet in één keer dat ding vol voor je langskomen. In één keer dikke jumpscare. Holy shit. Blok. Is de blok? Oh, daar. Daar rechts. Oh, hier. Yo. Oh. Wow, yo. What the heck? Dit is fucking vet. Oh, dit is die tand. Die Triton tand. Die hebben we nou gepakt. What the heck? Dit is fucking vet gemaakt, gek. Dit is wel zeker netjes, ja. Oh, daar hebben we Ariel. Oh, dit is dat ze geen dingen meer heeft. Of, hier is ze wel een beetje donker. Emo Ariel. Ze is een beetje boos. Ariel is in de fik gestoken. Oh, hier. Oh, die kikkertje! Weer met die armpjes. Kom op, schieten! Waarom ik kan niet schieten. Waarom schiet dat ding nou niet? Of moeten we die erachter hebben? Ja. Oh, ik raak hem, gek. Ja, ik raakte die ander ook, maar ja. Oh, daar gingen die dingen spuiten, die visjes. Weer een cameraatje. Oei, joh, dit is best wel nog een flinke attractie, zeg. Oh, die had ik nog niet eens gezien. Oh, draait om met z'n zwaait, kijk daar. Oei! De hek! Ik wist helemaal niet dat dat soort dingen konden, gek. Oh, hier zitten ze allemaal op splash hier, met die viskins. Dat hier zit botje. Steve, pas op. Maar bij mij is die wel al geladen. Bij mij niet. Potje. Oh! Die Iron Block had ik niet gezien. Ja, die hadden we al in het begin al. Toen dat we was hem weer kwam. Volgens mij. Ja, ja. Bedankt voor het bezoeken van deze attractie. Wow, joh, deze was echt vet. Deze was wel echt dik, man. Deze was echt netjes. Ga jij maar... Oh, ik dacht echt... Zit... Nee, we moeten deze kant op. Dus mensen, wil je graag zelf de attractie beleven? Zeker een aanrader. Kijk in de beschrijving. Daar zal het IP te zien zijn van de server. Hij is 1.8 op het moment.
Achievement voltooid. Netjes, netjes. Dan gaan we naar de volgende attractie. Wat is de volgende attractie? Oh, kijk, we blijven bij de visjes. Finding Nemo, waar zit hij ergens? Hij zit twee naast de Stone Slide. Dat is volgens mij ook best wel een flinke attractie, of niet? Finding Nemo. Vorige keer moest die nog gebouwd worden. Oh, toen moest die nog gebouwd worden, ja. Toen hadden die Wally wel gedaan. Ja, toen hadden we Wally gedaan, toen was dit nog in aanbouw. Dus, Finding Nemo, die echte attractie in Disneyland daarvan is echt vet. Die, Nou, dan ben ik benieuwd. Ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde is. Crusher's Coaster. Hier moeten we denk ik naartoe. Was daar ook een achtbaan in... Ja, dat is een achtbaan. Die is ook serieus echt vet. Zo'n spinning coaster is dat. Ik ben benieuwd. Je hoort ook meteen die muziek. Ja, precies. Hoe? Dit is ook echt die muziek uit de film trouwens. Joe, copyright. Ik ga wel tweede deze keer. Lol, waarom ga je helemaal daar zitten? Oh, is dit de achterkant? Ja, lol. Er zijn 5 ducaten toegevoegd aan je rekening. Netjes, snel. Oeh. Oh, we hadden het net. Houden wij Lassie? Daag. Maar... Ik zat al te kijken. Waar moment. Waar zit die controlroom? Die zit daarboven. Ik denk dat er... attentie, er zijn technische problemen. Oh, dat heb ik wel serieus gehad daar bij die dingen. Daar die Crusher's Coaster. Fucken lang in de rij gestaan. Waren we eindelijk in het station. Dames en heren. Of ja, dan in het Engels. Onze attractie. Ladies and gentlemen. Ja. Technische storing. Hebben we dan nog een half uur langer moeten wachten. Kut, sorry. Maar dat was dan in Fantasieland of in Disney? Nee, Disneyland. Disneyland. Ja, Disneymandje. Oh, daar gaan we. Dag, Leslieke. Houdoe. Dit is gewoon Ariel Part 2. Die film heb ik wel echt lang geleden gezien. Maar die is wel echt dik. Met die grote haai. En die de aquarium met die grappige andere vissen. Bruce. Ik ben laatst naar Finding Dory geweest in de bioscoop. En die is ook fucking geniaal. Die moet ik nog zien. Is die een beetje te vergelijken met Finding Nemo? Denk het ik wel. Ik vind hem wel vetter. Oh, dit zijn al die stekelbollen. Die, die mijnen. Ja. Dat zijn mijnen. Ik heb dat spel trouwens op de Game Boy van Nemo. Dingen is fucking vet. In de... hoe heet het? In de film bij Finding Dory heb je op een gegeven moment... Dan is de film afgelopen en dan komt de aftiteling. Mm-hmm. En dan daarna, na de aftiteling, komt er nog zo'n klein stukje film. En dan zie je zo in één keer die visjes. Die zijn dan op een gegeven moment toch in die zakken uit dat raam gesprongen. In die zee weer, bij die tandarts. Oh, yo! Wow! Is die haai. Hij schrok wel of niet? Fucking vet. Netjes, man. En die visjes komen dan weer door die zee gezwommen. Uit de eerste film. Dan hoor je die vent zeggen, ja, doorzwemmen. Oh, dat is vet. Wow, van de aquarium. Ja. En die zwemmen dan in één keer in de open zee. Ja, want dan zit zo'n stekelvis in. Wel, ja. En die maanvis met maar één vin. En zo'n platvis volgens mij ook. Wat fuck gebeurt er hier allemaal, jongen? Weet ik niet. Maar ik denk dat we Nemo gevonden hebben. Oh nee, hier komt er ook weer zo'n jumpscare, denk ik. Of hier komt niks. Nee, net toen we hierin gingen, toen kwam die haai. Maar die hebben ook zo'n hamerhaai of zoiets, toch? Ja, klopt. Ja, ik weet niet of dat ook de juiste naam daarvoor is, maar... Hamerhaai. Oh, dit was het al. Echt? Ja. die haai was wel dik. Die haai was wel serieus vet. Niet uitgang. Tada! Rennen. Misschien dat we in de uitgang nog iets leuks krijgen. Achievement hebben we net al gekregen. Of niet? Oh, zitten we vast. Ja. Boom. Kijk eventjes zo'n groot pand. Wel echt leuk gemaakt. Ook echt hele goede decoratie ervan. Het is hartstikke helemaal mooi. Helemaal hartstikke mooi. Schitterend. Mensen, helemaal vonden jullie deze video leuk? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog achter te laten. Ben je nieuw? Vergeet dan niet te abonneren. En even achter te laten wat je ervan vond. Vinden we altijd leuk om terug te lezen. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei. Later.